Ik ben momenteel in Italië. Ik zit aan de Ligurische kust. Dat is een stukje kust, ongeveer 100 kilometer onder Genua. We verblijven in het kustplaatsje Tellaro. Hartstikke leuk plekje. Hou je van leuke plekjes aan de Middellandse Zee met van die prachtige roze, gele, gepleisterde muren. Met cactussen en oude kerkjes en goede restaurantjes waar je heerlijk vis kunt eten. Dan moet je zeker naar Tellaro. Het is een charmant klein plaatsje aan de kust. Maar goed, wat doe je wanneer je al dat water beu bent? Dan kun je altijd nog vlinders gaan kijken. Je rijdt een paar kilometer landinwaarts en je zit midden in de Apuaanse Alpen. Een uitloper van de Alpen. En wanneer je goed op de kaart kijkt, dan zie je dat deze uitloper uit Frankrijk komt aanzetten. Dus het is verbonden met de Franse Alpen. Het is een niet al te hoog gebergte. Ik schat in 1200, 1500 meter maximaal. Maar hoog genoeg om op bergweides terecht te komen. En bergweides met bijzondere flora. En wanneer je bijzondere flora op een bergweide aantreft, dan vind je daar ook vlinders. Je kunt hier ook heerlijke wandelingen maken. En dat zie je al die Italianen hier ook wel doen. Compleet met kinderen en kinderwagens en honden en alles wat erbij hoort. Een prachtige plek. Heerlijk stil. Je hoort hier alleen maar vogels. En af en toe de wind. Er komt, dat is dus echt een heerlijk gebied. Wanneer je even de drukte van de kust wilt ontvluchten.